Ik ben Bram en ik ben 5 jaar en ik luister naar Biesstad Radio. Hij is een kerel die nooit in de spiegel kijkt. Een kerel die altijd nog een ander wist. En vele woorden altijd gelijk, al was hij arm in hun ziek. Je ziet hem gaan door de straat, maar je weet niet wat er schuil geeft. Achter het masker dat hij op heeft, altijd blij en goed te pas, nooit sloerig in de rakken, maar wat is echt wie heeft gelijk. Hij is een kerel die nooit in de spiegel kijkt. Een kerel die altijd nog een ander wist. En vele woorden en altijd gelijk, al was hij arm in niet zich riek. Zie hem gewoon met zijn masker door de wereld het leven. Bang om zijn gevoel te laten zien. Angst draagt hij met zich met, wat moeten nu wel niet denken. Maar hij geeft er, hij geeft verdaan. Hij is een kerel die nooit in de spiegel kijkt. Een kerel die altijd nog een ander wist. Vele woorden en altijd gelijk, al was hij arm in hun zich riek. Was hij arm, hij nu zeg riek. Maar wat is echt, wie heeft gelijk? Dat was Timo van der Zanden met Gemaskerd in het Achterhoeks. Nou, met dit nummer won hij vorig jaar de Gelderse Kleirozen. En de Kleirozen, dat is dan de prijs, zeg maar, voor het mooiste streektaalnummer. Live bij ons gespeeld trouwens tijdens de dag van de Achterhoekse popmuziek. De versie die je net kon horen. Nou, vandaag staat deze Vissersverse Vangst trouwens geheel in het teken van Achterhoekse muziek. Met straks een interview met Mark Metters, die gisteren zijn nieuwe single Door Jou uitbracht op onder andere Spotify. Maar nu eerst Miranda Rooks met White Sage en Yara Beeks met Last Year. Beide nummers ook weer live voor ons gespeeld tijdens de dag van de Achterhoekse popmuziek. Not even a white sage can fix the ghost of you that lingers here. And I can't seem to drown you out. I still remember the smell of the perfume you used to wear. Oh, I can't seem to drown you out. In every corner, in every niche, it makes me shiver when the stars creak in this home that once belonged to us both. But I can't seem to drown you out. Did you notice that even after all this time, I never really seem to find a cure? You should notice that my head repeats that scene all night, where you couldn't find the decency to stop. In every corner, in every niche, it makes me shiver when the stars creak in this home that once belonged to us both. But I can't seem to drown you out. The memories are staying between these walls, rotting with the woods and the blood that we won't share. Would it matter if I burn this place down? Would it make any difference? In every corner, in every niche, it makes me shiver when the stars creak in this home that once belonged to us both. No, I can't seem to
seem to drown you out. No, I can't seem to drown you out. Look over my shoulder to see my future and the past. You hurt me so much, but I tell you everything when I'm with you again. Trees. So far away from here, I hoped it would be okay, but you opened your eyes and left a list of tears. Met White Sage en Yara Bakes met Last Tear. Nou, allemaal dus live gespeeld en te beluisteren hier in Vissers Verse Vangst. En dat was tijdens de dag van de Achterhoekse popmuziek. Nou, we hadden toen ook nog een leuk interview met beide. En ja, wil je dat ook eens terug gaan luisteren? Heb je het gemist? Nou, dan kan je natuurlijk terugluisteren. En dat kan via www.vissersversevangst.nl. Nou, op www.vissersversevangst.nl kan je je ook aanmelden als je zegt van, joh, ik heb een band of ik ben een zanger en ik wil graag of zangeres en ik wil graag een interview en een live sessie eventueel doen. Dat kan. Kijk daarvoor ook even op www.vissersversevangst.nl. Even tussendoor.
Als je lid wordt van Biedstad Radio, krijg je allemaal leuke voordeeltjes. Te veel om op te noemen. We gaan dat dus niet doen. Nog wel deze tip. Kijk eens even op biedstadradio.nl. Nou, vandaag bij ons de gast in de studio, Mark Metters. Mark komt uit de Achterhoek, tenminste. Daar is hij naartoe verhuisd, heb ik ook in het voorgesprek even begrepen. En op 6 oktober 2023 kwam zijn bluesnummer Black Cat uit. Nou, echt een geweldig nummer, wat we al heel regelmatig ook hier op Beatstad gedraaid hebben. Dus het is echt een heel mooi nummer. Lekker vol nummer ook, met een hoop instrumenten en dingen erin. Dus echt super. Maar dat is niet alles, want gisteren is zijn nieuwe Nederlandstalige single is uitgekomen. En die heet Door Jou. Nou, vandaar dat we Mark vandaag hier in de studio uitgenodigd hebben om daar eens wat meer over te vertellen. Nou, welkom Mark. Gisteren dus je nieuwe Nederlandstalige single, titel Door Jou. Kan je iets vertellen over dit nummer? Ja, Wim, goedemiddag en bedankt voor je uitnodiging in eerste instantie. Ja, graag gedaan. Heel tof om hier te zijn. En inderdaad, na Black Cat smaakt het wel naar meer om muziek te maken. En laat ik het zo zeggen, Nederlandstalig is eigenlijk al een beetje waar mijn roots zitten. Dat vind ik echt heel leuk om daar iets mee te doen. En ik kwam in aanraking met een producer, Flex Records. En we hebben daar een goed gesprek met elkaar gehad. En hij zegt, ik wil je heel graag onder contract hebben. Juist om die Nederlandstalige pop eens onder de kaart te brengen binnen Nederland. Leuk. En zodoende eigenlijk is Door Jou geschreven. En het gaat dus gewoon een heel, eigenlijk heel simpel, maar wel heel mooi liefdesliedje. Gewoon wat lekker meegezongen kan worden. Ja, gewoon een goede binnenkomen, denk ik. Dus, zeker. Ja, want je vorige single was dan Black Cat, hè? Een bluesnummer. Ja. En nu dan inderdaad dat Nederlandstalig nummer. En hoe is dat eigenlijk zo gekomen dan, dat Nederlandstalig? Want je gaf het net al aan, je kwam in aanraking met een andere producer of een nieuwe producer. Ja, dat klopt. Kijk, ik heb in de hele tijd, was ik best wel fan van blues. Hè? Dus ik volgde zeg maar ook, hè, de BB Kings en gewoon goede blues. Toen dacht ik op een gegeven moment van, misschien leuk om daar zelf eens een keer een liedje mee te maken. Uiteindelijk moet je dat dan ook liggen. Hè? Dus goed, ik merkte dat ik het meer een popsausje gaf dan dat het echt rauwe blues was. Toen dacht ik van, dit is leuk. Maar is dit nou waar ik in door wil? Of wil ik misschien toch iets anders? En vanuit mijn jeugd heb ik heel veel Nederlandstalig geluisterd. Ook wel meer in de volkshoek, moet ik wel eerlijk zeggen. Die kant wilde ik juist niet op, omdat daar al te veel op dit moment in gevijverd wordt, om het even zo te zeggen. Ja. Dus ik wilde echt een beetje de kans op van, we moeten gewoon Nederlandstalige pop is wel, weer iets wat een hoek wat niet iedereen op dit moment nog doet. Hè? Behalve Suzanne Freek toevallig heel succesvol in is. Maar niet heel veel bands of zangers zitten in een beetje in die hoek. Dus ik had zoiets van, dat trekt mij wel. En en ik kwam eigenlijk inderdaad in aanraking met Michel Weininga dan. Dat is de producer van Flex Records. Die hoorde Black Cat en die dacht, ik hoor dat je een hele goede stem hebt. Maar is dit genre wel wat voor jou? Ik denk dat ik muziek om jou heen kan bouwen, zodat jouw stem beter tot uiting komt. En daar was dus een heel goed gesprek met elkaar. En hij gaf ook aan van, dat Nederlandstalige pop, ik denk dat jou er wel heel goed ligt qua stemgeluid. En zullen we daar eens mee aan de slag gaan? We hebben nu inderdaad, zijn we met een aantal nummers bezig. En dit is dan de eerste. Ja, leuk. Ja, ik moet zeggen, ik vind het er vanaf spatten. En ik vind het echt heel tof om gemaakt te hebben, laat ik het zo zeggen. Super. Ja, want het is wel leuk. Want als je dan ziet, want Black Cat is dan natuurlijk van 6 oktober 2023. Dat hij uitkwam, dan is het heel snel gaan daarna eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Want ik moet zeggen, Black Cat werd veel gestreamd, veel gedraaid. Ik heb veel interviews daar ook voor mogen afgeven. En uiteindelijk, het is een mini succesje, want je begint net, dus mensen kennen je nog niet. Nee, precies, en dat moet zijn loop hebben. Maar uiteindelijk denk ik is het wel heel mooi dat een erkende producer die dan wel in Groningen zit, maar in ieder geval die pikt je op en die zegt van, luister, ik vind dit goed, zullen we eens wat gaan doen? Leuk. Ja, vind ik echt heel gaaf dat. En daar ben ik heel dankbaar voor dat mag. Ja. Helemaal goed. Nou, we gaan ook nog even Black Cat luisteren. Sowieso super gaaf. Ja, mooi moment om dat nu eventjes in te starten, denk ik. Hier is Mark Metters met Black Cat. Ja.
Dat was Mark Matters met Black Cat. Nou, echt, ja, ik zei het al, fantastisch nummer. Lekker vol. Ja, ook met veel blazers en alles erin. Echt, echt mooi. Ja. Net tijdens het nummer hadden we het er heel even over. Tim Hammer, die is er ook mee bezig geweest met dit nummer. Ja, dat is de componist inderdaad van dit nummer. En hij had, ja, goed, hij heeft de melodielijn uitgezet. En met mij samen in overleg ook, hebben we zeker besloten om dit met een live band op te nemen. Ja, gaaf. Met alle toeters en bellen, want ja, dat hoort gewoon bij blues, vind ik. Ja. Het maakt het inderdaad, zeker die blazers, hè, dat maakt het echt gewoon echt heel bluesy. Echt een heel gaaf nummer. Ja, mooi vol. Echt super. Nou, 6 oktober dus uitgekomen. Nou, net hadden we het er al even over. Dit nummer heeft dus heel veel wat teweeg gebracht, als je het zo mag zeggen. Hè, ja, met ook mensen die interesse kregen van, hey, leuk om iets Nederlandstaligs ook te gaan doen. Dus, ja, absoluut. Nou ja, goed, kijk, ik heb ook social media's en af en toe die op TikTok ook eens wat, voor de grap dan. Hè. Ja. Dus maar goed, ook daarin, dan zie je dat Nederlands weer, dat echt veel geliked wordt. Dus precies. Op een of andere manier denk ik dat mijn gevoel, en dat kan ik dan ook weer overbrengen naar het publiek, dat Nederlandstalige, dat gewaardeerd wordt. Ja. Maar goed, super. Dat neemt niet weg dat blues en Engelstalige vind ik ook super tof natuurlijk. Ja. Ja, of misschien een soort Nederlandstalige blues. Dat kan ook nog. Het is ook net zoals bijvoorbeeld De Dijk en zo, weet je. De Dijk heeft natuurlijk ook schitterende nummers. Ja, die, deze ga ik opslaan, want dit is natuurlijk wel een super idee wat je nu hebt. Ja, wie weet. Ja, nee, maar sowieso. Als je dan inderdaad echt, wat je zegt, Nederlandstalig. En dan, De Dijk of de Scene, weet je wel. Dat ja, precies, zulke soort bands. Daar moet je dan echt aan denken. Dat is echt superleuk. Dit 6 oktober. En dan zie je dus hoe snel dat kan lopen allemaal. Dat is echt super. De eerste keer dat wij trouwens elkaar tegenkwamen, dat was in maart, was dat ergens in 2023. Dat was tijdens een soort optreden van Popacademie Aalten in Aalten. En daar heb jij gezongen. Daar heb ik toen ook nog wat dingetjes gedaan. Ja, beetje gespeeld. Harmonica. Ja, lekker harmonica spelen. En de riff heb ik daar toen ook gedaan. Was echt was een leuke geslaagde dag, vond ik sowieso. Ja, was de eerste keer dat ik je zag. En toen dacht ik al van, wauw, dat is best wel heel gaaf wat je daar doet. Dan komen we eigenlijk ook een beetje op een soort gemeenschappelijk iemand die we allebei kennen. Ja, dus Evert Stroet. Wat betekent Evert Stroet voor jou? Eigenlijk best wel veel. Ik ben gestart bij de Popacademie, zeg maar, met zangles. En zodoende kwam het concert natuurlijk een keer uitrollen. Ja. En toen kwam ik Evert ook tegen. En ik merkte dat Evert heel erg een beetje qua sound een beetje in mijn richting zitten. Ook qua toonhoogte. En ik vond dat hij ook een heel mooi nummer daar bracht. En toen dacht ik, ik zit nu bij een vrouwelijke zangcoach. Ook perfect. Maar op een gegeven moment denk je van als je een stapje verder wil, moet je misschien eens een keer switchen. En toen dacht ik, ik ga eventjes contacten en kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja. En op een gegeven moment zeiden van super gaaf. Kom maar eens langs en dan gaan we zingen samen. En kijken of we die stem nog eens wat beter kunnen maken. En die klik was eigenlijk hetgene wat ik zocht. Hij haalt weer net in mij iets naar boven wat er wel in zit, maar wat ik nog niet bewust was van dat het erin zat, zeg maar. En al die technieken en die verbeterpuntjes, dat is gewoon goud. Dus dat is echt een hele... Ja. Ik ben hem veel dank verschuldigd. Mooi. Wat je zegt inderdaad. Qua zang sowieso inderdaad. En ook met zijn band Mother Dear, waar hij natuurlijk aardig mee aan de weg timmert. Country is het dan? Country ook zeker. Zeker. Ik heb en veel country gecoverd vroeger, maar ook veel geluisterd. Ja. En ik ben al een beetje western fan of zo op een of andere manier. Ja. Dat vind ik ook heel gaaf. Dus wat dat betreft, country muziek kan ik zeker waarderen. En wat Evert nu weer doet met zijn band, Molitor, is ook geweldig hoor. Meerstemmig en geweldige gitaarpartijen erbij. Ja. Super. Ja, superleuk. Nou, we gaan even luisteren naar Evert. Evert heeft ook in het programma een interview met hem gehad. Hij heeft ook een nummer toen live gespeeld. Een nummer van Mother Dear, dat heet Dear is Friend. En dat heeft hij dan in de solo-uitvoering gedaan. De hele band was er toen niet. Dus hij alleen inderdaad met gitaar en zang heeft hij dat nummer gedaan. En daar gaan we even naar luisteren. Graag. Hier is Mother Dear met Dear is Friend. It's
4 a.m. I'm suddenly awake. Two bottles of wine and a bad headache. I look at your eyes, they're closed, and you breathe slowly. And yes, I know I'm not holy. I wish I could tell you only that it all feels like a lie. And I'm sorry for the way I held your hand the last few years. I didn't know the meaning of the touch would disappear. I'm not sorry for who I am today, 'cause this is me, and I really it's later in the morn. Pain and fear, I feel so forlorn. Your breakfast on a table and a workout shoe. I feel so very blue. What I'm about to tell you, and there's no way back. Something in your eyes that I've never seen before. Some kind of relief when you fell onto the floor. And then I knew for sure that we would work it out together. And I'm sorry for the way I held your hand the last few years. I didn't know the meaning of the touch would disappear. I'm not sorry for who I am today, 'cause this is me, and I really wanna stay, hey, your dearest friend. Ooh, this is not the end. Dat was Dearest Friend van Mother Dear. En dan nu dus in de solo-uitvoering van Evert Stroet. Nou, live gespeeld hier in de studio. Toen op het interview wat ik met hem had. Dat was 6 mei vorig jaar. Nou, heb je die uitzending gemist? Geen probleem. Ga gewoon even naar www.vissersversevangst.nl. En daar kan je alle interviews en alle live sessies nog terugluisteren. Nou, vandaag dus in de studio Mark Metters. Die gisteren zijn nieuwe single Door Jou uitbracht. En ja, dat is dus een mooi nummer wat je in de studio opgenomen hebt en gisteren dus uitgekomen is. Ja. Qua studiowerk, net had je het al heel even ook over dat er wel aardig wat op stapel nog lag. Maar wat zijn de plannen qua studiowerk? Naast Door Jou is er eigenlijk al een nummer alweer klaar. Dus die ligt eigenlijk al alweer klaar om uitgebracht te worden. Maar ja, je kan niet alles tegelijk doen. Nee, precies. Dus deze gaan we eerst uitbrengen. En dan in de komende maanden, ja, dan komt de volgende eraan. Ik kan misschien verklappen wat de titel is. Dat heet Onderweg naar de Liefde. Oh, kijk aan. daar heb je een primeurtje. Alweer een primeur hier op Beatstand Radio. Maar die zal denk ik ergens over een paar maanden aangekondigd worden. En dan daarnaast hebben we wel een lange termijn planning afgesproken. Dus ze zullen daarna nog een aantal nummers. Ik denk nog 2 dit jaar. En dan bouwen we weer door naar 2025. Dus ja, leuk. In principe, ja, er zit genoeg in de pijplijn. Ja, mooi. Ja, ook inderdaad wat je zegt met dat release. Wanneer je dingen release. Dus inderdaad ook
Sommigen doen, tegenwoordig zie je het steeds meer, hè, losse singles releasen. Ja, dus dat is ook wat jij natuurlijk ook doet. En ook de tijd geven om het uit te laten kristalliseren. Hè, wat je nu ook duidelijk doet. En is er misschien ook iets van een plan om een EP of zo te maken? Of iets anders? Ik heb het toevallig met Michel besproken. En mijn plan is wel om op een gegeven moment een album uit te brengen. Maar ja, daar werk je naartoe. Maar we hebben eerst iets van, laten we eens kijken of bekendheid kan komen. Dat je een soort van handen en voeten hebt. Kijk, als mensen dan waarderen dat je al 3-4 nummers hebt of zo. En je hebt zoiets van, hé, maar nu willen we met meer. Ja. Ja, dan kunnen we ook zeggen, nou, we maken nu een album. Een EP kan ook, maar goed, ja, die is natuurlijk wat kleiner opgezet. Ja, maar uiteindelijk zou ik het heel tof vinden als er een album zou kunnen komen. Gaaf. Ja, gaaf. Ja, leuk. Ja, ja, dat is altijd leuk. Met mooie presentatie, et cetera. Ja, precies. Live muziek. Mooie, mooie albumpresentatie met mooie presentatie. Live spelen. Ja, dat is denk ik de droom van ieder artiest. Is dat je naast muziek maken, dat je het ook gewoon lekker live mag performen voor iedereen die het waardeert. Ja. Over live gesproken, heb je ook plannen om live dingen te gaan doen? Aan de andere kant nog niks concreets. Maar ik heb wel zoiets van, we zijn van een bluesnummer naar Nederlands gegaan. En als er een aantal Nederlandse nummers zijn, en stel je voor, dat wordt echt heel erg gewaardeerd. En er is bekendheid, volgt er. Ja, weet je, dan sta ik uiteraard open om dan te zeggen, jongens, we gaan ook echt het podium op. En dan ben ik ook te boeken. En dan vullen we het aan met een Nederlandstalig repertoire. Ja. Zeg maar. Dan gaan we mensen verblijden. Dat is zeker het doel. Ja, mooi, ja. Mooi. Maar live. Je gaat wel nog iets live doen, hè? Er staat wel. Ja, ik heb iets gelezen over eind 2024. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is inderdaad een concert voor de Golden Earring in Ahoy. Is al 2 keer verzet. Had eigenlijk al vorig jaar plaats moeten vinden. Maar door omstandigheden nu op eind 2024 gezet. Volgens mij het najaar. Ik verwacht oktober. Concrete datum is er ook nog niet. George is natuurlijk vanwege ALS niet meer capabel om zelf te spelen. En ze wilden wel heel graag een soort afscheidsconcert hebben. Toen dacht Stichting ALS van, maar waarom gaan we dat niet met de radio samen combineren? En gaan we gewoon iets organiseren voor de Golden Earring? Daar kon je toen voor aanmelden van, we zoeken muzikanten en zangers die willen deelnemen aan een concert wat voor de Golden Earring wordt gemaakt. Nou, daar heb ik auditie voor gedaan. Ik ben geselecteerd als zanger om dan dat te mogen gaan doen. Ja. Dus dat is wel super vet. Ja. En eigenlijk ook een droom, want de Golden Earring is natuurlijk vanuit mijn jeugd. Is dat natuurlijk een band waar je echt die veel draaide, maar waar je ook tegenop keek van zo, dat is wel Barry Hay. Super gaaf. Nu mag je dan voor ze gaan staan. Heel bijzonder. Dat is wel kikken, zeg. Dat is ook wel dat is echt wel even het volgende level, inderdaad. Ja, als je ook gewoon voor hun dat zo mag spelen. Echt gaaf. Daar kijk ik echt naar uit. En wat ik zeg, concreet is het nog niet in de zin van wat we gaan doen en wie wel wat gaat spelen en zingen. Maar sowieso een project wat in ieder geval wel heel mooi op mijn cv gaat komen. Ja. Ja, zeker weten. Ja, heel goed. Echt super. Ja, ik las het zo. Ik denk, wauw, dat is best... Als je daarvoor geselecteerd wordt, is sowieso al zwaar kicken natuurlijk. Ja, toch? En toen ik de mail binnen zag komen, was ik ook echt even uit mijn doen. Want ik zet er in mijn vrouw van, kijk nou joh. Ik mag even. Ja, mooi zeg. Dus dat was wel even een jel, zeg maar. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Nee, helemaal goed. Nou, dat... Dat is dus in eind 2024, dus voor de Golden Earring, voor ALS dan, het goede voor het doel. Een soort tribute voor de Golden Earring, maar dan met opbrengsten voor ALS. Als het goed is, zijn de kaarten nog verkrijgbaar, dacht ik. Ze gingen wel hard, dat weet ik wel. Maar omdat het 2 keer verzet is, denk ik dat... Dat Ahoy denk ik mogelijk al uitverkocht is. Maar je weet het niet. Maar je kan altijd kijken inderdaad op stichtingals.nl. En daar is de verwijzing naar de Golden Earring. Dus dan kan je inderdaad kaartjes kopen voor het goede doel. Ja. Nou, we houden het sowieso in de gaten. Want ik vind het wel... we gaan dus nog heel veel van jou horen als ik het zo allemaal... Ik hoop dat 2024 mijn muzikale doorbreekjaar wordt. En dat we inderdaad nog heel veel moois vanuit de Achterhoek door heel Nederland kunnen laten galmen. Dat zou echt super zijn. Ja, heel leuk. Ja. Nou, vandaag sowieso inderdaad. Vandaag hebben we in het programma eigenlijk alleen maar Achterhoekse muzikanten. Dus kijk, wat dat betreft... Ja, dat is zeker waar. Is dat wel leuk. Nu ook. Jouw nummer dan. En van Evert natuurlijk ook uit de Achterhoek. Dadelijk dan natuurlijk je Nederlandstalig nummer nog. Ja. En de rest van de uitzending ook alleen maar Achterhoekse muziek. Want er is hier zo ontzettend veel te doen. Echt qua talenten alleen al. Dat is echt waanzinnig. Dat is echt heel... Moeten we...
Dan moeten we van goud gaan, hè, met de Achterhoek. Ja, precies. Zet het maar op de kaart. Ja. Even kijken, mensen, als mensen meer van jou willen weten. Je bent op Facebook, heb ik gezien. Ja, ik ben eigenlijk op alle social media kanalen wel te vinden. Dus op Instagram, @MarkMaddisOfficial. Geldt ook voor TikTok, MarkMaddisOfficial. Op Facebook kunnen ze me ook onder Mark Maddis vinden. En daar wordt eigenlijk alles gepromoot. Ik heb mijn eigen pagina. Op YouTube heb ik een eigen kanaal. Dat ook, ja. Ook gewoon Mark Maddis. Daar staat Black Cat op. En dat komt ook door jou op te staan. Dus eigenlijk, mocht je me Spotify, googlen, YouTube, overal, dan kom je me wel tegen. Tegen. Ik zal ook inderdaad sowieso in de aankondiging van dit programma staat ook de vermelding natuurlijk met een link naar jou, in ieder geval je Facebook. Dus heel fijn. Daar vandaan kunnen mensen ook altijd nog verder zoeken. Op Spotify inderdaad, je nummers. Ja, natuurlijk nu het nummer wat gisteren dan uitgekomen is. En dan Black Cat, wat daar sowieso ook te beluisteren is. Ja. Ja, helemaal goed. We gaan zo eens naar je nieuwe single luisteren. Want we hebben natuurlijk al een hele boel keren gehad over je nieuwe single door jou. Is daar nog iets extra's wat je daarbij bij wil vertellen over het nummer? Ja, het is eigenlijk een prachtig liefdesnummer. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik het voor haar geschreven heb. Of dat het voor haar geschreven is. Laat ik het zo zeggen, Michel heeft geschreven. Maar dat het voor haar geschreven is. En als ik het dan zing, dan voel ik ook die emotie naar mijn vrouw toe. En het is gewoon heel sterk dat je wil uiten, zeg maar. Dat je je liefde van je leven hebt gevonden. En dat je gelukkig bent door haar. En dat daarom, als je het vanuit de ik-vorm zegt, het komt allemaal door jou. Ja. Ja, dat mooi. Is het eigenlijk. Ja, leuk. Ja, super. Helemaal goed. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je het zelf het nummer aankondigt. Dat is misschien ook wel leuk. Dan gaan we dat gewoon doen. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit interview. En, graag gedaan, Wim. Ja, we gaan elkaar zeker nog tegenkomen. Want ja, in de Achterhoek kom je elkaar overal toch sowieso wel weer eens tegen. Zeker. En zeker ook wat je zegt van wat er allemaal nog op stapel staat. Ja, het is echt... Laat ik zo zeggen. Ik heb vertrouwen in dat er nu een soort van balletje rolt wat de goede kant op rolt. En dat we echt gewoon gaan vlammen. En er komt veel aan wat je zegt. En hou me in de gaten. En ik... het draait me vooral natuurlijk. Nee, maar heel erg bedankt dat ik hier mocht komen in de studio. Ja, ik vind het heel erg fijn. En zeker gewaardeerd als het ook in de Achterhoek is. Hè, dan, precies. Geeft iets extra's. Ja. En zoals je zegt, als ik als al mijn nummer aankondigen, dan... hier is mijn nieuwe single, Mark Maddis, door jou. Yeah.
programma, hè? Zo kunnen we er nog veel meer maken. Maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat. Dat was Mark Matters met zijn nieuwe single Door Jou, die dus gisteren uitgekomen is en nu dus al hier te horen op Beatstad Radio. Nou, nu dan naar de nieuwe single van Jupiter Was Close. En deze single die hebben ze op 19 januari uitgebracht. Hier is uit Doetinchem Jupiter Was Close met Feel Like. Should I start quitting? I feel like cutting some crap. Between right now and the time that I have left lies an uncombated gap which I cannot oversee. I use some toxic antidotes, so help me. Ooh, I feel like flying. Someone to take me by the hand. Ooh, I feel like crying. 'Cause how hard will I land? Dat was Jupiter Was Close met Feel Like. Nou, we blijven nog even bij nieuw werk. Hier is Linde met Believe Me. I see you slowly going down. Hear the glass fall of the mirror.
Dat was Linde met Believe Me. Nou, wil je Linde live zien? Dat kan. Ze speelt zondag 25 februari vanaf 3 uur... tijdens de koppelsessies in de Koppelkerk in Bredevoort. En dat doet ze trouwens niet alleen, want ook zullen daar Britt en Roos en Boas van Dijk optreden. En het zijn allemaal studenten van Rijm Arnhem. Nou, echt enorm veel talent komt daar vandaan. Want bijvoorbeeld ook Yara Beeks en Miranda Roos komen daar vandaan. Over talent gesproken, begin dit jaar had ik met de Strongs hier in de studio om een aantal nummers voor haar profielwerkstuk op te nemen. Ik zou zeggen, prettig weekend allemaal en wij gaan er vandaag uit met de Strongs met A Change of Music. Zo kunnen we er nog veel meer maken, maar alleen als je lid wordt van Beatstad Radio. Kijk even op beatstadradio.nl hoe dat gaat.